geen duur product. Gratis veiligheid. Ik ben Yvette Pluimers. Ik ben van het bedrijf Miramap. We zijn hier bij de TU Delft, op de bouwcampus. En we zijn hier om de Brigade Assessment Tool uit te proberen op onze innovatie. Onze innovatie heet Droogtescan. Dat is een satellietinnovatie. Bedoeld om met satellietdata droogte op veendijken in beeld te brengen. Die satellieten zijn van ESA. Die komen elke zoveel dagen over Nederland. Die data is gratis beschikbaar. En wij combineren die data op een slimme manier en halen daar dus een droogtebeeld uit. Waterschappen maken daar gebruik van. Op dit moment Rijnland. Dat is ook de initiator van de innovatie. Die hebben er echt om gevraagd. En we zijn bezig om andere waterschappen hier ook voor te interesseren. Ten opzichte van de visuele inspectie heb je in ieder geval heel snel inzicht in alle dijken. Dus je hoeft niet met 100 man de dijk op. Je ziet eigenlijk wat het oog niet kan zien, namelijk het vocht in de dijk. En je hebt, nou ja, met mooi weer zonder bewolking wekelijks en anders maandelijks een nieuw inzicht. Dus je kunt het echt op monitoren. Men weet eigenlijk nu niet goed waar de problemen precies zitten. Nou, als je zo'n satellietbeeld hebt, dan kun je gerichter de dijk op, dus gerichter visueel inspecteren. Onze innovatie was proefkonijn voor de assessment tool. En ik heb daar wel uitgeleerd dat het niet alleen gaat om dat het technisch klopt, maar ook of het organisatorisch klopt. Dus hoe het gaat landen bij de eindgebruiker. Hier heb je 3 op 4 gescoord en er wordt gezegd van nou, je bent al vrij dicht bij dat het gewoon maatschappelijk wordt geaccepteerd op dit type vragen. Nou, ik ben echt wel heel trots op dat we dus in redelijk korte tijd met klein budget dit hebben voor elkaar gekregen. En dat het product nu helemaal vol automatisch loopt. Dus we hoeven er in feite niks aan te doen. En het waterschap krijgt iedere 5 dagen een beeld.